Alle kinderen nemen alvast een voorproefje op carnaval. In het Pieter van der Hogeband zwemstadion probeerden zij donderdagmiddag het beste bommetje te maken in carnavalstenu. En ik spring, 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 als een kangoeroe en zwem, zwem, zwem. Ik kom naar je toe en neem, neem, neem je bij de hand als ik mag. Hoe maak jij een goed bommetje? Ik ga veren en dan sta ik zo achteruit en dan draai ik zo in de lucht rondjes. En dan ja, gewoon onze handen op onze knieën en dan springen. Hey jongens, hoe ging de sprong? Goed. Ja. Hoe maak je nou een goed bommetje? Als je op je rug en op je stuitje komt. Je komt in het water en dan juicht iedereen en ja, dat is gewoon heel fijn. Het is toch fantastisch om hier te mogen zijn, om dit te mogen presenteren. Dit is gewoon helemaal geweldig, al die blije gezichten. En ja, het EK-bommetje is niet zomaar iets, hè? Veel lol natuurlijk, maar ook een wedstrijd tussen Eindhovense basisscholen. En dus is er ook een jury. Zanger Ralf Makkenbach beoordeelt de bommetjes. Ik let op de synchroniteit, dus het groepsverband is belangrijk. Kijk er dan naar of ze met z'n allen tegelijk een beetje het water springen. Want dan heb je natuurlijk ook de hoogste plons. Het kampioenschapbommetje is onderdeel van de Senate Diving Cup. Het internationale kampioenschap voor schoonspringen.